Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Geef hem op zijn duimpje omhoog. En abonneer. Ja, alvast. Nou, en veel plezier met kijken. Yeah. Nou, Feline en Leanne, ik wil heel graag jullie nadoen met... Alleen moet het hoofdstel nog af en dan net zoals bij paard YouTube's live vent. Zonder zadel en zonder hoofdstel en dan in galop. Dat vind ik cool. Nou, laat maar zien wat je tot nu toe geoefend hebt. Kijk, ik kan met nekroop een beetje sturen. Ja, laat maar zien. Ga maar rijden. Oké. Zo. Nou, in draf. Ze wordt helemaal zenuwachtig van, jongens. Ja, ze doet het wel. Ze vindt het wel heel spannend. Nekroop, niet aan haar mond. Teugels lang. Goed zo. Juist. Zij vindt het ook moeilijk, hè? Nou, ze gaan samen rijden dus. Dan is het de bedoeling dat ze straks nog eventjes wisselen voor het uitstappen. Twee kleine meisjes op twee grote paarden. Al pratend in galop. Dat is een complete sociale bezigheid dit. Hou Verona in de gaten, Tess. Ja, wat je op je pony kan, kan je ook op je paard. Dus... Paardenruil? Ponyruil? Dat is toch altijd weer leuk, hè? Even op een ander paardje zitten. Leuk? Goed zo. Nee, ga maar door, ga maar door. Stap maar gewoon. Hier zijn we bij de pensioenpaarden. Dat is Nozem. En vertel maar even, Carla. Ja, nou ja, Nozem is een van de laatste paarden die bij de stichting is gekomen. En die mag dadelijk samen met Quaranta en Lorenzo in de wei. Want hij kon de dames aan de overkant niet meer rust laten. Dus, Oeh, stout die jongen. Als ze met pensioen zijn, mogen ook de dames genieten van de rust. Pensioen, ja. Dus vandaar dat hij apart staat. Maar die mag dadelijk met deze twee heren lekker gaan stoeien. Wat een heerlijke ruimte hebben ze. Ja, dit is wel echt super. Ja, dit is mijn nieuwe vriendje. Ik ben mee naar huis. Zo. Ja? Zo, kom maar. Nou, oké. Okay. Nou, als we nog een hond hebben in huis en jullie eentje missen, dan... dan is die bij jou mee. Ja. Dan weet je waar je moet even een beetje... Ja, dan kan ik even filmen. Hi. Ja, die is nog niet zo oud. Nee. Een paar maanden, denk ik. Ja. Tess, wat heb je gedaan? Ik ben van mijn pony afgevallen, dus ging het hard in galop. En toen wou ik sturen met mijn teugels, maar dan heb ik geen evenwicht meer. Dus toen viel ik eraf. Oké. En toen viel ik voor haar. En toen zag ik die pony helemaal teruggaan. Toen ging ze er hier nog even een rondje en daarna kwam ze alweer op me toe afgelopen. Okay. Pijn? Gaat het goed? Ja, ik heb alleen hier een beetje pijn. Omdat ze daar met haar, hier, omdat ze daar met haar hoef heeft gestaan. Nou, we kunnen wel zien dat je er afgevallen bent zo. Nee. Durf je er weer op? Ja. Oké, gelukkig maar. Laten we gaan Tess even afstoffen, jongens. Zonder zadel in draf, dat lukt al. En nu, galop! Goed zo! En drie daagjes. Netjes hoor. En weer in draf. Lang leven de nekroop. Vandaag is pakjesdag. We waren een beetje verdrietig, want Bixi gaat niet door morgen. Maar hallo, Alice. Maar Alice is bij mij wel door, dus dan gaan wij naar Bixi toe. Maar vandaag is pakjespaal! Met de Bucas kun je verschillende dingen doen.
Ik ben bang dat we dadelijk niet meer. Misschien moeten jullie even zingen. Lang zal het leven. Nee, jullie zitten in een bootje natuurlijk. Oh, we zitten niet in een bootje, we zitten in een doos. Dan moet je even zingen over een doos. Oh. We zitten in een doos en dat is niet zo boos, maar we hebben toch koos. Wie zegt hoos? Ja, en dit gebeurt er als het vakantie is en de meisjes niks beters te doen hebben. Ja. Ik ben echt bang dat we er zo niet meer uitkomen. Nou ja, dan gaan we gewoon helemaal naar achteren leunen totdat die openscheurt. Ja. Doe maar nee, want de dekens moeten er nog in, jongens. Die moeten nog naar Laura, dus doe dat maar niet. Het is een beetje koud. Het is een beetje koud. Ik kan denken. Zo. Ja, er is heel veel nieuws. Ik ga even bijkletsen. Ja, je dacht lekker aan het lachen. Nou, helaas gaat Bixie je dag niet door, maar gelukkig, halleluja, helpen mensen eigenlijk om het weer schoon, om het weer droog te maken. En gaan we maandag Bixie dag doen, yay! En ja, ik krijg er heel veel zin in. Het was heel erg fijn dat ze dat zo snel konden regelen. Ik ga ook mijn tata logeren van woensdag tot en met donderdag, toch? Ja. En dan gaan we ook een video opnemen. Woehoe. Jullie zien binnenkort waar de video over gaat. Ja, dat blijft nog even een geheimpje. Die is dan samen met tata opgenomen, omdat ik het zo graag wou. Ja. En we gaan nu naar de manege. En... ja. Dekens passen. Ja, en we gaan dekens passen, want we hebben heel veel dekens. We hebben hele mooie dekens gehad van Bukas. En ik heb ook nog een vliegenmaskerachtig iets. En dan eentje een deken met zebraprint en hals. Dan is... waar is die zilveren voor? Die zilveren die is gewoon voor altijd. Die is voor altijd. En dan die blauwe. Die is die therapiedeken. Dat is een therapiedeken. Wat betekent een therapiedeken? Therapiedeken, dan krijgt ze de deken op 2 uur voordat je gaat rijden. En dan worden haar spiertjes alvast lekker geactiveerd. En dan na het rijden doe je dat weer op en dan helpt dat in het herstel van de spiertjes. Oké. En dan is jullie vragen van waarom ga je je pony verkleden als zebra? Nou, dat heeft een hele goede reden. Want vliegen en muggen, die kunnen dan niet zien waar het warm of koud is. En ja... prikken ze dus niet. Ja. Dan krijgen ze niet zo heel veel muggenbeelden en waar ik blij mee ben. Ze hebben zulke kleine oortjes. Ja. Vandaag ga ik ook Verona een klein stukje rijden. Omdat natuurlijk ze een coliek heeft gehad. En dan kan ik haar darmen een beetje in beweging houden. Ik ga niet heel lang rijden. Rondje, stappen draven, galopperen. En dan is het helemaal goed. Heb jij nog iets bij te zeggen? Aan te vullen? Nee, niet speciaal. Ja, maar morgen gaat Bixiedag niet door, maar wat ga je wel doen? Het is altijd een reddende engel. Oh ja, ik ga naar Frank Jespers. Ik vond het hartstikke leuk dat hij nog een plekje vrij had. En dan ga ik samen met Naomi, waarmee ik eigenlijk naar Bixiedag ging, ga ik ook met Kim en mama. Dan gaan we naar Frank Jespers. Bij de vereniging Eigen Paard. En dat heeft natuurlijk weer geregeld Ilse! Yay! Ja. Mevrouw Jespers! Ja, inderdaad. Ja, wat was het nou? Is het toch een beetje eng? Handigste is om het eerst over de oortjes te doen. Eerst over de oortjes? Ja. Moet je eerst over de oortjes heen doen? Het is een beetje spannend natuurlijk, dat snap ik wel, zo'n heel ding. Ja, vind je het mooi? Oh, ja. Oh. Daar hebben ze er geen zin meer in. Nou, je moet, sorry. Juist. Keurig. Ho, 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 ho. Niet zo lachen. Dat is prima zo. Gewoon aaien. Zo prima. Goed zo. Braaf. Ho, ho. Ho, ho. Braaf. Maak hem maar vast, dus. Goed zo. Braaf. Je hebt niet volle snoepjes in je zak? Goed zo. Braaf. Brave pony. Goed zo. Dat is braaf. Goed zo. Maak hem maar vast. Goed zo. Ja, goed zo. Is hij nou te klein? Nee, toch? Nee. Hij zit niet helemaal goed aan deze kant, maar dan lijkt het. Hij zit dat
Klinkt niet goed. Juist. Keurig, braaf. Goed zo. Ik heb een zebraatje van me. Is een brave pony. Ze vindt het niet zo fijn. Nee, maar goed. Haal maar van de neus af. Haal maar van de neus af even. Juist. Zo. Goed zo. Nou, dan doe je hem weer af. Nou, heeft ze het even geprobeerd. Hij past, dus prima. Nou, hem nu weer af. Goed de beste, Daan. En even blonen. Goed zo, goed gedaan. Nou, dat was het lastiger. Ja. Ik ga even voor Rona rijden en ik denk dat mama wel een klein stukje gaat filmen. Er staat daar een eentje kon te zijn. Geen vlak langs galopperen. Vroon is eigenlijk vrij vandaag, alleen kon ik niet longeren, dus heb ik Tess er even opgezet en die is even lekker ontspannend met haar aan het galopperen aan een los teugeltje, dus heerlijk. Zo, ik ben net klaar met rijden, hè paard? Ze heeft mijn moeder wat eten gegeven, want ik kan er niet bij. En we gaan zo naar de spuitplaats. En ik ga daar alvast een borstel klaarzetten. En ik heb geen shampoo bij me, maar echt waar. Ik kon dit zelf ook niet geloven, maar met hoefvet, zeep en water dat door elkaar mengen in een bak. Dan maak je echt, je hoeft een heel klein beetje te gebruiken en heel die hoef is al schoon. Ik heb het ooit ergens gehoord en gezien. Nou, ik vind het handig. Maar laten we het nu maar houden. Op! Wat zeggen we dan? Het ouderwetse water. Goed gezegd, Verona. Weet je, nadeel dat ik klein ben, maar het heeft ook weer voordelen. Ik kan het s'avonds niet in. Nou, bij de kastjes leggen. Dus ik moet wachten op mijn moeder. Maar mijn moeder is spoorloos verdwenen. Dus eerst mijn moeder zoeken. En daarna kan het pas. Ja, oké. Okay, ik ga mijn moeder zoeken. Oké. Okay. Missie 1, mijn moeder zoeken. Missie 2, proberen dat samen op het kastje te krijgen. Missie 3, alles op zijn plek krijgen. Ja, maar lukken. Nee, wacht op. Ah, ik was op zoek naar mijn moeder. Ha, de binnenbak. Ik ga daar kijken staan. Mama niet. Mij wil mama zijn. Op zoek naar mijn moeder. Ik was op zoek naar mijn moeder. Ze zit ook niet op Verona. Oh, niet in de wijdbak. Op zoek naar haar. Bij Verona stal. Ik ben bij Verona stal aangekomen. Wacht, wat? Dit is Verona helemaal niet. Wacht. Ah, ik ben bij Verona stal. Wacht. Ze heeft ineens een andere buurman. Fitch, wat doe jij hier? Ze is ook een klein stukje gekrompen. Ze heeft langere manen. Ze kan kusjes geven. Ze is heel nieuwsgierig naar de camera. Oh. Wacht. Dit is Bella. Weet je, ik loop al gewoon mijn vingertje. Dat vingertje. Tot zo, pony. Werkt niet echt. Hij werkt. Ik ben bij Verona, maar... Verona. De stal is niet aan het rijden.
ik heb op de belangrijkste plek nog niet gekeken. Eén moment. Ik heb me heel even geconcentreerd. Nu weet ik waar die plek is. Laten we gaan. Mama kan maar op één plek zijn. Ik weet het zeker. We gaan er naartoe. Hey, mama! Oh ja, dat is logisch. Mama, ik heb een hele zoektocht naar je gedaan. Oh, en je bent... Ja, ik was je kwijt. Oh, nou, ik was een voor je halen. Kort vrouw. Dat is de logische plek waar ze kon zijn. Ik wil eigenlijk nog in de kantine kijken. Maar dit is ook best. Ik heb mijn moeder gevonden. Jee! Bixie ging niet door. Helaas. Maar, waar zijn wij? Drie keer raden. En we hebben ook bij ons Nomi met Spirit. Waar is ze? Waar is ze? Waar is... Ah, daar is ze. En Tess is al in de bak. Die is heel snel. Dus ik ga kijken of ik een beetje kan filmen. Maar er is altijd een oplossing. Bella, die schrok net van Ivan. Die hier met een tractor reed. En die was heel groot. Vergeleken met Bella. Vergeleken met Bella. Bella die was... Zo. Zo, en dat ding dat was... Helemaal voorbij. Dus ja. Gaan we zo weer uithalen en dan gaan we een stukje zonder. Zadel. Rijden! Hopelijk val ik er deze keer niet af. Maar toen ging je galopperen. Ja, nu gaan we alleen stappen en draven. Ja. We horen het nu ook. Ja. Ivan is bezig. Hij komt bellen. Oh, hij komt er weer aan hoor. Ja, nee, hij gaat weg. Dag. Doei. En Bella weet dat allemaal maar oké. Alleen wilt ze eruit. Dus wat gaan we nu doen? Nee. Bijna dan. Ik ben Bella en ik wil eruit. Even kijken. Want ik ben zielig. 10 minuten. Ik ben zo zielig. 10 minuten. Ik ben zo zielig. Nog wow, tien ik minuten. Zie je. Ik ga rijden met mijn nieuwe cap. Jee. Ik doe wel zon samen. Samen met? Tato. Tatopie. Nou, Bel is eigenlijk vrij, dus die gaat stappen, hoop ik. Ja, en een beetje draven. En een beetje draven. En Tatopie is voor me aan het uitstappen. Lekker hoor. En daar is Tess met Batman. Batman. Sorry, Batman. Hij lag net lekker, dus hij is nog een beetje sloom. Mooi moment om de paddock in te gaan. En Batman is van Fenna. Leuk dat je hebt gekeken naar deze vlog. Als je hem leuk vond, geef dan een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. Ja. En tot morgen. Oh. Doeg!